Je kunt het je niet voorstellen, maar hierin zitten de skis die ik vandaag ga skiën. Lijkt heel kort, maar deze skis kun je opvouwen en uitvouwen. En ik ga je vandaag vertellen hoe dat skiet. Uitzoeken hoe het rotatiesysteem werkt, maar eigenlijk is dat heel eenvoudig. Nu ben ik heel benieuwd hoe die skis skiën, dus hup naar boven en skiën. Deze gedachte is, als je klapski zegt, dan denk ik dat het totaal niet de lading dekt aan de ene kant. Want ja, inderdaad, je kan dubbel klappen. Maar klapski, dat is eigenlijk te weinig credits voor het ski kan. Het is een 1,72 amfibio. Voelt wat korter aan, want die, ja, dat scharnier wat hier zit. Maar dat is wellicht een keuze. Staat relatief aan de voorkant. Die staat sowieso wat meer aan de voorkant. Dat maakt hem een beetje kort aanvoelen, maar daarmee geeft hij een heel erg mooi carve karakter. En ondanks die stevige constructie onder de voet, voel ik dat hij buigt. Ja, dat is natuurlijk echt razend knap, want dit is echt wel een heel serieus stevig ding onder je voet. Ik voel geen verschil als ik me zou voorstellen dat het ding er niet in zou zitten, maar hij zit er wel in, dat scharnierpunt. Maar hij skiet gewoon fantastisch, het is heel sportief skiën, nodigt uit, je wil gassen, je wil extreme bochten skiën. En je hebt net gezien hoe je hem uit kan klappen, dus kan je hem ook weer inklappen. Dus echt een heel mooi innovatief product, wat zeker niet ten koste gaat van de ski kwaliteit. Nou ja, je hoort, ik ben echt buiten adem. Het is hard werken op die ski. Dat moet niet, maar ik heb het wel gedaan. En dan krijg je een beloning in een vorm van een hele energieke, levendige ski die je heel veel versnelling meegeeft. De slippen, die slijden, die roetje, niets doen, kan ook. Maar als je gas geeft, echt heel bijzonder dit. Nou, natuurlijk perfect voor de mensen met een kleine laadruimte in de auto die het echt niet fijn vinden om met een dakkoffer te rijden, is dit zeker een oplossing. Je vouwt hem dubbel, het neemt bijna geen ruimte in en wat dat betreft zou het een geweldige oplossing zijn. Het is geen goedkope oplossing, maar skiënd lever je niets in, dus daar hoef je het zeker niet voor te laten.